is ongeveer 6 kilometer dat je moet fietsen. En er wordt van alle kanten op jullie gelet. En het geeft strafpunten als je wat verkeerd doet. Meer dan 100 kinderen deden vandaag het verkeersexamen. Veilig Verkeer Nederland organiseerde het examen dit jaar voor de 75ste keer. Het startsein werd gegeven bij de Groningen Schoolvereniging in Helpman. De kinderen kregen eerst uitleg over het parcours en ook werd ze verteld waar ze op beoordeeld zouden worden. Voordat ze op weg gingen, werden hun fietsen gecontroleerd. Het is natuurlijk een hartstikke gevaarlijke toestand bij de weg en het wordt steeds drukker en zo. En daarom proberen wij de kinderen toch een beetje wegwijs te maken in het verkeer en waar ze zich aan moeten houden. De meeste kinderen waren erg zenuwachtig, ook al hadden ze goed geoefend op de verkeersregels. We hebben gewoon het verkeersexamen gedaan en dan hebben we een boekje gekregen en dan moesten we dan thuis leren. En ook op de computer gingen wij examens leren. Ik weet wel de borden en mogen, maar sommige ook niet. Op school hebben we op de computer ook zo'n verkeersexamen gedaan. We gingen altijd borden doen en zo, een jeugdverkeerskrant en soms een filmpje over het verkeer. En soms na het school, zeg maar, als het uitging, dan gingen we nog even snel borden overhoren. In totaal doen 1100 kinderen in de gemeente Groningen de komende weken het verkeersexamen. De VVN wil dat de kinderen meer bewust worden van de gevaren in het verkeer en dat ze daarom de regels al vroeg moeten kennen. Je ziet helaas dat zelfs bij dit soort examens er ook wel leerlingen zakken dat ze zich niet aan de regels hebben gehouden. Door bijvoorbeeld niet de hand uit te steken of niet te stoppen op het punt waarop dat moest. We willen eigenlijk vanuit Veilig Verkeer Nederland dat praktijkles vanaf groep 1 tot en met 8 gegeven wordt. En er zijn allerlei manieren voor de leerkrachten om daar een invulling aan te geven. De uitslagen van de examens werden niet meteen bekendgemaakt. Hey, hoe ging het examen? Nou, ik denk dat het wel goed ging, alleen ik denk dat ik wel een paar strafpunten heb. Wat zijn die strafpunten dan? Nou, één keer ging ik de straat in waar ik niet in mocht gaan. En één keer vergat ik mijn hand uit te steken.